Hoe kan Beirut weer worden opgebouwd na de explosie van een maand geleden? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Op 4 augustus werd Beirut door een enorme explosie getroffen. Een zware klap voor het land, dat al met veel problemen kampt. Straks een gesprek over de situatie in het land en hoe dit weer kan worden opgebouwd met Libanon-kenner Robert Pelgrim. Maar eerst dit. Het OMT adviseert dat verpleeghuizen striktere coronamaatregelen moeten toepassen in geval van een uitbraak. Mondkapjes moeten dan preventief worden ingezet en medewerkers en bewoners moeten wekelijks worden getest. Te gast Ruben Peters, woonbegeleider bij Zorg Accent. Goedenavond, meneer Peters. Goedenavond. Ja, wat vindt u van dit advies van het OMT? Ja, ik vind het een beetje een dubbel advies. Aan de ene kant begrijp ik hun zorg. Daar ga ik in mee. En aan de andere kant is het bijna geen haalbaar advies. Om mondkapjes in te gaan zetten bij een uitbraak. Dat betekent dat we dus als zorginstelling, als zorgpersoneel, allemaal met mondkapjes op te lopen. Ja. Dat maakt het werken in de zorg enorm zwaarder. Ja. Persoonlijk werk ik in de psychogeriatrie, de PEG, met dementerende ouderen. Die begrijpen al helemaal niet wat hun dan overkomt. Dus ik denk dat je veel scherper moet zijn en veel beter moet kijken van waar word ik het dan in. En dat je dus echt heel specifiek inzet op plaatsen waar corona uitgebroken is. Ja. En dat je dan het verder wat openlaat. Ja. U zegt eigenlijk, het zorgt voor veel onrust in tehuizen. Absoluut. Ja. Want bewoners begrijpen niet waarom je dat doet. Nee, al momenten in de psychogeriatrie, ik maak er veel mee. Gelukkig is het bij de locatie waar ik zelf werkzaam ben nog geen corona-uitbraak geweest, maar wel veel testen. En cliënten begrijpen werkelijk niet wat er aan de hand is op het moment dat wij naar binnen komen. Ja. Dus voor welzijn van de bewoner is het heel belangrijk om kritisch te kijken van waar zit ik het in en waar niet. Ja, want afgezien daarvan, zijn er voldoende mondkapjes en zijn er voldoende spullen überhaupt? Ja, dat is een goede vraag. De locatie en de organisatie waar ik werkzaam ben, Zorg Accent, heeft tot op heden zijn ze steeds goed geweest in het aanleveren van de materialen. Ja. Ze hebben steeds goede leveranciers gehad. Dus wij hebben binnen onze locatie tot nu toe elke keer voldoende materiaal gehad. Maar we merken wel, het is nou zoeken. Af en toe heb je wel een zaklampje nodig om de juiste materiaal op de juiste plek en op tijd te krijgen. Ja. De coronacrisis loopt natuurlijk al een fix aantal maanden. Vindt u dat er vanuit de overheid voldoende informatie komt en voldoende maatregelen? Dat vind ik een lastig punt. Ik vind vanuit de overheid het allemaal erg wazig, wat er gezegd wordt. En je merkt ook, ik werk dan, wat u al zei, bij Zorgaccent. En daar hebben wij onze directeur die ons elke keer op de hoogte houdt van de werkwijze die wij moeten werken binnen onze organisatie. Ja. Maar ik heb ook kennis met vrienden en collega's in andere organisaties en dan gaat het weer totaal anders. Dus er is geen eenduidige richtlijn hoe het nu moet doen. En dat maakt het werk en het gezondheidszorg enorm lastig. Ja. Tot slot, meneer Peters, een kort antwoord. Bent u voorbereid op een eventuele tweede corona-uitbraak? Laten we het niet hopen, maar... Laten we het niet hopen. Zijn we erop voorbereid? Nou, we zitten in principe nog steeds midden in de eerste. Alle maatregelen lopen nog. Ja. Bij een tweede uitbraak betekent dat voor ons weer wat tandjes terug. En in die zin zijn we erop voorbereid, absoluut. Ja. Uitstekend. Dank voor uw toelichting, Ruben Peters van Zorg Accent. Het is bijna een maand na de explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad Beirut. De explosie verwoest het complete havengebied en een groot deel van de stad. De ramp had ook politieke gevolgen. Het complete kabinet stapte op en inmiddels is er een nieuwe premier. In de studio Libanon-kenner Robert Pelgrim. Goedenavond, meneer Pelgrim. Goedenavond. Ja, dat was een enorme klap, een ramp, die ze niet te boven zijn. Nee, dat was inderdaad voor heel veel mensen daar en ook voor mensen die buiten Libanon wonen en zijn een enorme klap om dat te zien en te ervaren. Ja, en de grote vraag of men daar boven kan komen. Ja, want de klap kwam op een toch al belabberde economische situatie van het land. Ja, belabberd is eigenlijk nog heel zacht uitgedrukt. Mm-hmm. Een enorme crisis is er zeker aan de gang. Ja. Er is ook corona, dus dat is ook nog eens een complicerende factor. Zeker. Er is ook zelfs nu een lockdown. Ja. Kan het land dat wel aan? Nee, dat kan het niet aan. Ja. Ze hebben hulp van buiten nodig om dit te boven te komen.
Ja, er is hulp van buiten nodig. Er is fysieke hulp nodig om de boel te herbouwen. En om mensen weer een onderkomen te bieden, noodhulp. Maar er is uiteindelijk ook hulp nodig om het ja, op langere termijn te veranderen. Ja. U heeft jaren in Beirut gewoond, heb ik begrepen. U heeft daar contacten. Wat vertellen die u? Ja, dat is heel. Ja, de contacten zijn eigenlijk allemaal terneergeslagen. Murf. Gebroken. Om twee voorbeelden te noemen. Een vriend, Abu Ahmed, waar ik jarenlang mee gewerkt heb, woont heel bescheiden, maar is gebroken. Emotioneel. Hij heeft vier volwassen kinderen thuis en er is geen toekomst. Deze klap was te veel voor hem. Het was al heel veel, Ja. Maar dit erbovenop maakt dat mensen echt gebroken overkomen. En dat is voor het eerst dat ik dat heb gemerkt. Ja, wij zien ook beelden hier van mensen die protesteren tegen het zittende politieke klimaat daar. Ja, dat klopt. Er is een drang, zeker van de jongeren, om dingen te veranderen. Ja. Maar zeker ook mensen die ja, wat ouder zijn en nu die crisis ervaren als een laatste mokerslag, zijn het zo beu dat ze ook de straat op gaan. De grote vraag is, wat kunnen ze veranderen? Ja. Ja, dat is een vraag. Weet u het antwoord? Kunnen ze wat veranderen? Nou, dat is inderdaad een heel lastig onderwerp, omdat ja, Libanon als land nog maar heel kort bestaat. Ja. In 1943 pas onafhankelijk geworden. Daarvoor zaten de Fransen er, geloof ik, hè? Franse mandaat, ja. Ja. Maar toen bestond Libanon dus nog niet. Het idee Libanon is pas in 1920 ontstaan. En dat is net na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk, is dat naar voren gekomen als een idee van de Maronitische christenen, een groep die gelieerd is aan de Rooms-Katholieke Kerk, om een zelfstandige staat te krijgen. En dat idee is ja, onder de neus van de Fransen naar voren gebracht en die hebben daar positief op gereageerd. En daardoor is eigenlijk ook het Franse betrokkenheid met het hele land Libanon altijd zo sterk geweest. Maar ja, met dat idee om een veilige plek te creëren voor die Maronitische christenen, is eigenlijk ook een probleem gekomen, omdat het eigenlijk een apartheidstaat geworden is. Want het ja, was alleen maar ontworpen voor de Maronitische christenen, terwijl er ook Soenitische en Sjiitische moslims Ja, er wonen woonden. Ook nog andere mensen. Jazeker. Ja. En daarom is er een grondwet opgezet die eigenlijk ervoor zorgt dat het permanent een apartheidstaat blijft. Met vetorecht voor de drie grootste partijen, de christenen, de maronieten, de soenieten en de sjiieten hebben allemaal vetorecht in het Ja. parlement. En de verdeling van de zetels in het parlement gebeuren op basis van een volkstelling uit 1932. Ja, dus niet een verkiezing Dus is bepalend, maar een volkstelling. Hoeveel mensen er zijn van een bepaalde nee, dat achterban. is namelijk in de grondwet vastgelegd, hoe die verdeling is. Ja. En nu wordt er alleen maar met ja, wat touwtje trekken, worden er wat dingen veranderd. En wordt er een ander poppetje op de stoel gezet, zoals bijvoorbeeld de nieuwe premier, die een nieuwe naam is, maar uiteindelijk op die stoel niets kan veranderen, omdat hij in het systeem gevangen zit. Ja, je zou dat bijna sectarisch kunnen noemen. Het is uitermate Ja. sectarisch. Ja, religieuze groepen die eigenlijk gebruikt worden om een politiek systeem vast te leggen. En waarbij je als eigenlijk hele negatieve uitkomst ziet dat de woorden religie en politiek synoniemen geworden zijn. Ja. En dat is ja, denk ik wel heel erg om dat te merken, dat je een kerk of een moskee binnengaat en dat daar dan een foto hangt van de politieke leider die kerk of moskee ondersteunt. Wat zeggen uw vrienden van het politieke systeem? Wat vinden ze daarvan? Die willen daar best wel van af. Ja. En zo zei Shadi, een andere vriend van mij, architect, groot architectenbureau heeft hij, zei vandaag nog op Facebook van ja, eigenlijk willen we heel graag van dat sectarische Ja. systeem af. We willen weer naar een reguliere staat. Maar als het sectarische denken in de mensen zit, dan moet dat eerst uit de ziel van de mensen wil het kunnen verdwijnen. Ja. Want ja, je kunt wel een politiek, een democratie, waarbij je vrije verkiezingen hebt creëren. Maar als dat sectarische denken in het DNA van de mensen Ja. gegroeid is, dan ja, is het nog steeds heel moeilijk om naar een vrije Ja. democratie te gaan. Want daar gaan generaties overheen dan, Zeker. om dat te Net zoals veranderen. de generaties overheen gegaan zijn om het zo te krijgen. Ja. Want het was natuurlijk in 1920, toen dat idee gelanceerd werd,
was het helemaal niet zo. Mm. Er was er helemaal geen spanning tussen de Maronieten en de Sjiïten en de Soenieten. Die was er niet. Ja, want uiteindelijk die Maronitische staat, dat is dus niet gelukt om die te creëren. Het is wel gelukt in de zin dat het bestaat. Ja. En het is heel lastig om het te laten verdwijnen. Mm. Want als je het verandert, dan verandert het hele Libanon-aspect. Libanon is het enige land in het Midden-Oosten, in de Arabisch sprekende wereld, waar een christelijke president is. Maar waar ook nachtclubs zijn en casino's zijn. En die zijn er in de andere Arabische landen, Arabisch sprekende landen niet. Ja. Dus het heeft ook binnen de Arabische wereld een hele unieke positie. Ja. En als je dat gaat veranderen, en het wordt op den duur een staat die geregeerd wordt, geleid wordt door een islamitische groep, mm-hmm. Dan gaan ook waarschijnlijk dat soort dingen veranderen. Ja. En daar zit dus een hele spanning in, een dilemma in, waar bijna niemand raad mee weet. Nee. Wij kennen natuurlijk Libanon vanuit de Bijbel, het Bijbelse Libanon. Wij kennen de Libanon. De Libanon. Ja. De berg. De berg. Ja. Maar niet het Libanon. Want wij kunnen wel naar de berg toe. Ja. Maar het land Libanon binnenkomen, dat zijn toch twee hele aparte dingen. Mm. Die ook wel best wel verwarrend zijn. Nou, leg eens uit, hoe komt dat? Nou, wij kennen natuurlijk als mensen met een Bijbelse achtergrond de Libanon, de naam Libanon, ja, is heel bekend. De ceders, de sneeuw op de bergen van de Libanon, dat is een hele bekende term voor ons. Maar het land Libanon is echt nog maar heel recent. Mm-hmm. Ik denk dat wij met het Westen en onze inmenging in het Midden-Oosten, met name dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog, de Franse mandaat en het Britse mandaat hebben daar een aantal ideeën laten ontwikkelen, ja, die uiteindelijk niet duurzaam zijn. En ik denk wel eens dat het goed zou zijn dat wij, we horen toch als Nederlanders ook bij het Westen, moet er of bij horen of niet bij horen. Mm. En ik denk dat we er dan, dat het Westen, wij dus daar ook wel een hand in eigen boezem mogen steken en mogen denken van, dat hebben we misschien niet helemaal goed gedaan. Nee, niet slim aangepakt. In plaats dat we zeggen dat het de schuld van de Libanezen is. En daar wil ik me wel sterk voor maken. Dat die mensen zijn opgezadeld met een idee waar ze zelf niet onderuit kunnen. Ja. Ik wil nog even met u naar de toekomst kijken. Ja. Want er is een nieuwe premier, Mustafa Adib. Ja, ik ken hem niet. Nee, verwacht u daar wat van? Nee. Waarom niet? Omdat hij niet, hij is gebonden aan het systeem. Hij heeft geen macht. Het is ook een poppetje. Het is een poppetje, ja. Het is jammer voor de man. Hij zal waarschijnlijk best eer in zijn familie krijgen. Mm. En geëerd worden dat hij het nu premier is. Maar hij heeft geen macht om iets te doen. Want u zegt poppetjes. Trekken er achter de schermen dan grotere machten aan de touwtjes? Ja, dat is wel te verwachten. Ja. Welke? Dat zijn waarschijnlijk de Syrische machten. Ja. Libanon was vroeger onderdeel van het gebied wat groter Syrië heette. En ik denk dat er nog best wel een wens is van het Syrische regime om ook Libanon weer terug te krijgen als provincie. Maar ik denk ook dat er zeker westerse belangen zijn. Mm. Strategisch belang. Net zoals dat Rusland een haven in Syrië heeft. Ja. Zou het voor Amerika ook best nuttig zijn. Want het ligt daar natuurlijk prachtig in het Midden-Oosten. Heel goed. Ja. Zeer strategisch. Om dat te doen. Tot slot nog even. De scheidslijnen die u schetst in de politiek, lopen die ook door families en kerken heen? Jazeker. Als je het hebt over bijvoorbeeld de pro- en anti-Syrische groeperingen, die je nu heel duidelijk gemanifesteerd ziet, die zijn niet alleen op straat te zien, die zijn ook in kerken te zien. Want mensen van verschillende politieke partijen kunnen best naar eenzelfde kerk gaan. En zit je dus met een broeder of zuster die totaal anders denkt dan jij. Wat die voorkeur dan ook is. Ook binnen families en relaties lopen die scheidslijnen. Dus als ik een... Tot slot, kort. Ja, een voorstel om te bidden voor Libanon zou zijn voor eenheid. Ja, prachtig. Gaan we dat doen. Dank voor deze toelichting, Robert Pelgrim. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.